Mijn man zat 's avonds, of liever gezegd tot diep in de nacht, videofilms, pornofilms te bekijken. Die huurde hij bij een videotheek, stiekem. Totdat ik erachter kwam en ook mijn zoon van 11 erin vond in de kamer met de vraag: mam, wat is dat? De meest walgelijke beelden van 4 of 5 mensen die elkaar aflikken heeft voor mij niets meer met liefde te maken. Daarom ook hebben wij nu geen enkel seksueel contact meer. Ik ben 16 jaar getrouwd en had een goed huwelijk. Maar aangezien mijn man wilde dat ik mij ook in dat soort kledij hulde voor hem, was iets wat ik niet kon opbrengen. Je hoeft voor je eigen man toch niet voor hoer te spelen om hem te behagen? Je houdt gewoon van elkaar en dan is het iets moois tussen 2 mensen. Maar op die walgelijke manier hoeft het voor mij niet meer. Zeker ook met het oog op de kinderen wens ik die pornobanden niet meer in mijn huis. We praten er nu niet meer over, maar geven elkaar alleen nog maar een zoen. Zo ziet u wat pornografie kan aanrichten. Erotiek en porno. Seks op de buis. Bijna onontkoombaar. Als televisie geen seksprogramma biedt, is er altijd nog de video. Vooral voor mannen een zeer gewild tijdverdrijf. Vrouwen kijken vaak mee, hoewel lang niet altijd van harte. Henk Mouchel praat met kijkers, niet-kijkers en anderen over zin en onzin, goed en kwaad, van erotiek en porno, thuis op de buis. Goedenavond, dames en heren. Weet u dat er per jaar zo'n 10 miljoen videobanden met porno worden verhuurd? 10 miljoen banden. Dat is een omzet van ongeveer 50 miljoen gulden. En weet u ook dat er iedere week zo'n 1,5 miljoen mensen kijken naar een erotisch televisieprogramma als de Pin-Up Club? En daaronder is ook de familie Smorenburg, heb ik begrepen. Hoewel, allemaal? Ja, we kijken het soms samen. Ja. Maar het kan mij niet behagen. Ik kan mij niet identificeren met de vrouwspersonen die daar zichzelf tonen en waar ik dan erotisch door geprikkeld zou moeten worden.